In Margraten is vorige maand een Bimetric-centrum geopend. Daar is een unieke samenwerking tussen fysiotherapeut, osteopaat en bewegingscoach. Welkom bij Bimetric. Bimetric fysiotherapie en osteopathie. Ja, we hebben vandaag de opening van onze nieuwe praktijklocatie. Het is goed druk. Buiten staan mensen wel lekker wat te drinken. We hebben net een aantal presentaties gehad. Dadelijk komt er nog een mooie presentatie van een collega fysiotherapie. Die praat over schouderklachten. Ja, het wordt hier een groepspraktijk eigenlijk waar we verschillende dingen aanbieden. Fysiotherapie, osteopathie. Sophie Jansen die doet gewichtsconsulten hier nog. Fysiofitness doen we. Hier kunnen mensen komen sporten. Met name nadat ze door ons van klachten afgeholpen zijn. Het wordt een heel breed aanbod van zorg eigenlijk. Alles volledig op individuele basis. Dus we werken niet in oefengroepen. De reden daarvoor eigenlijk is dat we toch wel de zorg willen bieden die iemand nodig heeft. En dat kan eigenlijk alleen maar als je één op één met iemand werkt. Ik moet gewoon de tijd hebben om goed naar iemand te kunnen luisteren. En vervolgens ook met alle aandacht te kunnen behandelen. Ik ben Stan Drummen, ik doe alle schouderklachten in deze praktijk. De schouder is erg belangrijk, want die positioneert je hand in de ruimte. Als daar een probleem mee is, dan kan dat je leven heel zwaar beperken. En ja, voor heel veel levensbepalende problemen zorgen. En als iemand dan bij mij komt, dan kijk ik wat het beste werkt voor die persoon. Om van die problemen af te komen en om weer zo'n goed mogelijk leven te kunnen leiden. Want je leeft maar één keer en je wil dan je lichaam goed kunnen gebruiken en alles kunnen doen wat je wil doen. Dus dat vind ik erg belangrijk en daar zet ik me voor in. Rauwens complimenten met zonnewind en regen en dierzegen. Hallo, ik ben Sophie Jansen. Ik ben de eigenaar van SoFit. Ik ben gewichtsconsulent en bewegingsconsulent. Ook voor de voedingsconsulten kunnen jullie hier in de praktijk komen. Op maandagavond tussen 7 en 9 uur 's avonds. En op donderdagochtend van 8 tot 10 uur 's ochtends ben ik hier. Dan is ook een vrij inloopspreekuur voor wegen en meten. Buiten de voedingsconsulten geef ik ook bewegen, vooral buitensporten, sportief wandelen. We hebben mensen van de categorie van 25 jaar tot 80 jaar. Iedereen doet op zijn eigen kunnen mee. Het is echt een hele leuke, positief buitensport waar we gewoon samen 1,5 uur sporten. En dat voor maar €2,50. Je doet toch gewoon mee?